Oh, dit is een wimperkruller. Maar dan in een hele gekke vorm. Nou, ik heb echt nog nooit zo'n wimperkruller gezien. Helemaal wat deze kijkt naar deze nieuwe adventskalender unboxing. Dit is denk ik toch wel echt de meest aangevraagde adventskalender van de afgelopen tijd. Namelijk die van Essence. En dit is ook wel echt een adventskalender waar ik ieder jaar gewoon super enthousiast over ben. En ik kan dus ook gewoon echt niet wachten om deze te gaan uitpakken. Mocht je hier nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Want iedere dinsdag komt er weer een nieuwe adventskalender video online. En aan bijna iedere adventskalender video zit ook een winactie verbonden. Zo ook in deze video. Dus aan het einde van deze video vind je nog een leuke winactie. Ik ga maar gewoon beginnen met uitpakken. De kalender ziet er echt weer heel anders uit dan die van vorig jaar. Ik vond die van vorig jaar een beetje onhandig, een beetje groot en alles. Die van het jaar daarvoor vond ik juist weer heel erg tof. En dit jaar is het dus eentje die je gewoon echt super makkelijk kan neerzetten. Want dit zijn dus allemaal laadjes. En in die laadjes heb je dus allemaal verschillende vakjes. Het is dus wel echt super handig om dit neer te zetten. Wel heel praktisch. Ik vind het alleen niet de mooiste kalender van allemaal. Hij ziet er wel leuk en schattig uit. En er zitten wel allemaal leuke patroontjes en zo op. Het ziet er leuk uit, maar ik heb wel leuker gezien van Essence. Ik heb voor deze kalender €25 betaald. En ik heb hem zelf besteld bij Boosie Shop. Maar ik weet dat hij ook binnenkort verkrijgbaar zal zijn bij Kruidvat. En mocht je dicht bij de Duitse grens wonen, bij de DM drogist hebben ze deze kalenders ook. En daarover gesproken trouwens, dit is even een kleine sneak peek voor een adventkalender video die binnenkort komt. Dit is een Essence DIY kalender, die komt er nog aan. En ik heb hier ook nog een adventkalender van Catrice. Die komt er ook nog heel binnenkort aan. Ik ga gewoon het eerste laadje open doen. En dan hoop ik, ja, daar zit vakje 1 ook gelijk in. We gaan beginnen met vakje nummer 1. En dat is gelijk echt nu al een leuk product. Dit is namelijk een Luminous Blush. Dit is een hele toffe blush in een beetje een donkere roze kleur. En wat ik gewoon heel erg leuk vind aan de adventskalenders van Essence is dat de producten gewoon heel erg uniek zijn. Ze hebben allemaal een heel erg leuk kerstig patroontje. En deze heeft dus aan de binnenkant zelfs een sterrenmotief. Dus het ziet er gewoon allemaal heel erg leuk uit. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij zijn de meeste producten wel verkrijgbaar. Maar dan met een andere verpakking natuurlijk. Maar volgens mij zitten er ook wel echt producten tussen die gewoon niet standaard verkrijgbaar zijn. Die je dus echt alleen kan krijgen door middel van deze kalender. Dan ga ik verder met vakje nummer 2. Die zit hier ook in het laadje. En in dit vakje, ik denk dat dit een lippenbalsem is. Ik dacht dat dit een lippenbalsem was, maar het is dus een kleine lipscrub. Vakje nummer 3 zit hier niet bij, dus ik denk dat we daarvoor bij het volgende laadje moeten zijn. Misschien de onderste. Ja, die zit in de onderste la. En in vakje nummer 3, in dit vakje zit een oogschaduwbasis. Ik dacht eerst dat het een losse oogschaduw was, maar het is een soort losse pen met een oogschaduwbasis. Ook echt weer mega schattig met die verpakking, hoe dit eruit ziet. En dit is dus een kleine oogschaduwbasis, gewoon in zo'n creamy variant. Vakje 4 zit hier ook in. En in dit vakje, ik denk dat dit nagelstickertjes zijn. Ja, nail jewelry stickers. En normaal ben ik eigenlijk helemaal niet van de nagelstickers. Ik draag echt nooit nagelstickers. Maar ik vind deze toch wel heel schattig door het kerstige patroontje. En dit heb ik vorig jaar ook gedaan en het jaar ervoor ook. Want eigenlijk zit ze er ieder jaar in. Ik gebruik dit als stickertjes voor in mijn agenda. Vind ik het gewoon heel erg leuk om aan te duiden wanneer kerst is met deze schattige stickertjes. Dus je hoeft het zeker niet altijd te gebruiken voor je nagels, maar je kan het ook gewoon als normale stickers gebruiken. Nou, vakje nummer 5 zit hier ook in. En in dit vakje lijkt op een lipstick. Het ziet er erg uit als een super mooie verpakking. Mat zwart met gouden details. En het is een beetje een soort nude-achtige kleur. Niet helemaal, het is meer een beetje een kleur die ook een beetje naar rood slash roze neigt. Oké, voor vakje nummer 6 moeten we bij een ander laadje zijn. En dat is het laadje hierboven. En dit is echt een heel erg groot vakje hier onderin. En in dit vakje zit, ik zie Mirror erop staan. En die zit hierin verpakt. Oh, dit is wel heel erg leuk. Deze zit nog in een klein goud hoesje. En in het hoesje zit dus een klein handspiegeltje. Echt een heel erg mooi handig handspiegeltje. Ik heb die van vorig jaar dus gewoon nog in mijn tas. Want vorig jaar zat deze er ook in. Dus aan de ene kant denk ik, oké, we hebben nu bijna ieder jaar weer een handspiegeltje gezien. Maar ik heb die van vorig jaar nog in mijn tas, omdat ik hem gewoon heel vaak gebruik. Het is gewoon een super handig spiegeltje. Maar vorig jaar zat er niet zo'n handig hoesje bij. En ik vind het hoesje er wel echt wel heel erg leuk uitzien. Oké, door met vakje 7. Ik weet niet of die ook in ditzelfde laadje zit. Nee, zo te zien niet.
die zit in dit laadje. En dit is echt een heel erg lang vakje. Die loopt echt van, nou, zo mijn vingers. Echt super lang. Ik ga gokken op een make-up kwast. Het is een kleine wenkbrauwspoelie. Oh, die ziet er ook echt wel gewoon heel erg leuk uit. Het is niet gewoon zomaar een wenkbrauwspoelie met een zwarte steel of zo. Maar gewoon echt heel erg leuk gedaan met die gouden glitters. Ik gebruik dit ook echt dagelijks. Dus hier ben ik ook echt weer heel blij mee. Nou, door met vakje nummer 8. En in vakje nummer 8 zit een nagellakje. En dit is een mini nail primer. Het is een klein nagellakje, maar wat je dus als primer kan gebruiken voor je nagellak. Ik gebruik zelf helemaal geen nagellak meer. Ik gebruik eigenlijk alleen nog maar gel lak. Dus die ga ik helaas niet gebruiken. Dan door met vakje nummer 9. En in vakje nummer 9 hebben we de mascara. En dit is weer de I Love Extreme Volume Mascara. Dit is een mascara die ze ook ieder jaar weer in de adventkalender stoppen. Want volgens mij is het ook een van hun best verkopende mascara's. Maar het valt me wel altijd op dat die echt ieder jaar erin komt. Dus ik had liever een andere gezien. Eentje die we gewoon nog niet zo heel erg goed kennen misschien. Want vorig jaar zat hij erin en het jaar ervoor volgens mij ook. Vakje nummer 10 is een wat kleiner vakje. En dit zijn twee Infinity Blenders. Dit zit ook echt weer super schattig verpakt. Het zijn echt van die hele kleine beauty blenders. Hele schattige kleurtjes in lila en geel. Maar ik vind dit dan eigenlijk wel weer heel erg leuk. Omdat een beauty blender zien we wel vaker in een adventkalender. Maar zo'n mini beauty blender voor concealer bijvoorbeeld, dan weer niet. Dus het is toch iets wat we wel vaker zien. Maar alsnog op een leuke manier. En het zijn er twee. Dus dat is ook nog wel heel fijn. En ik weet sowieso dat die van Essence gewoon heel fijn zijn. Ik heb er meerdere van Essence inmiddels versleten. En het zijn echt top beauty blenders. Dus ik ben hier echt weer heel blij mee. Nou, ik ben echt tot nu toe echt helemaal enthousiast. We gaan door met vakje nummer 11. En in vakje nummer 11 zit een handcreme, denk ik. Of nee, niet helemaal. Het is een moisturizing hand mask. Er staat achterop wel op dat je hem gewoon 24/7 eigenlijk kan gebruiken. Maar er staat ook op dat hij aangeraden wordt om bijvoorbeeld in de nacht te gebruiken. Door deze in de nacht te laten intrekken. En ook dit weer vind ik dan best wel heel leuk. Het is niet gewoon een handcreme, maar een product dat nog intenser is. Zodat je het eventueel in de nacht als een echt masker kan gebruiken. Dus het is gewoon net even anders dan anders. We gaan door met vakje nummer 12. Ik denk dat we het onderste laadje moeten hebben. Ja, daar zit hij. En dit is een potloodje. Dit is een Kajal penseel, een eyeliner, een zwarte eyeliner. Hier word ik eigenlijk niet echt meer heel enthousiast van. Want dit is ook echt weer iets wat we ieder jaar weer zien. En het is gewoon een zwart oogpotlood. That's it. Ik heb alleen tot nu toe wel één nadeel gevonden aan de kalender. Want de vakjes gaan niet echt mooi open. Je scheurt ze echt open. Het wordt er niet echt heel mooi op. Maar dan staan ze ook een beetje open en dan krijgen ze niet echt meer mooi dicht. En dan blijven ze dus een beetje klemmen aan die laadjes. Dus praktisch is het niet. Maar ja, dus ik had liever de kalender gehad van 2 jaar geleden. Die was echt perfect. Gewoon van die vakjes. Niet van die scheurvakjes, want dat is gewoon echt ja, een beetje irritant. Maar weet je, als dat het enige is waar ik wat op aan te merken heb tot nu toe. Door met vakje 13. En dat is een best wel groot vakje. Alleen niet echt iets waar ik super enthousiast van word. Dit is face jewelry. En het zijn allemaal van die hele kleine pareltjes. Die je eventueel dus op je gezicht kan plakken. Het ziet er wel leuk en schattig uit, maar ik zit me echt te bedenken, wanneer ga je dit eigenlijk ooit gebruiken? Zoals ik al zei, hij scheurt echt aan alle kanten, dus nu krijg ik hem gewoon bijna niet meer dicht. Omdat ik dus het vakje hier aan de onderkant gewoon weer helemaal kapot maak. Maar goed, vakje nummer 14. Dit lijkt weer op een kwast. Het is weer een klein zakje en er staat wel op eyeshadow brush. En dit is ook weer dezelfde schattige penseel met van die gouden stipjes erin. En het is dus een oogschaduwkwast, maar een soort van blendingachtige kwast. Ik gebruik nog steeds in mijn dagelijkse make-up routine kwasten van Essence, omdat ze gewoon top zijn. Oké, dan eens even zoeken naar vakje nummer 15. Die zit hier. In vakje nummer 15 hebben we weer een nagellakje. Het was te verwachten. Het is wel een mooie kleur, een mooie nude-achtige kleur. Maar ja, ik gebruik dus geen nagellak. Maar dit is dus bijvoorbeeld een product die in de winactie zal verschijnen. Vakje nummer 16 zit hier in hetzelfde laadje. En in dit vakje zit een nagelvel. En volgens mij heb ik tot nu toe in iedere adventkalender een nagelvel gehad. Dit is dus ook weer een nagelvel. Wel weer een wat grotere dan wat we tot nu toe hebben gezien. En ook wel weer eentje met glitters. Dus het ziet er wel echt heel schattig uit. En dan nog wel een hoesje. Dus het is wel makkelijk om mee te nemen. Dus dit is wel de beste nagelvel die we misschien tot nu toe hebben gezien. Maar het is wel weer een nagelvel. Nou, vakje nummer 17. Hierin zit
een lipgloss. Oh, dit is echt een nostalgische verpakking voor mijn gevoel. Dat is echt een lipgloss verpakking die ik vroeger ook had. Maar dit is een Juicy Balm lipgloss. En dit is gewoon een transparante gloss, dus ook gewoon echt voor iedereen bruikbaar. Door met vakje nummer 18. En hierin zit, ik denk een armbandje of een elastiekje of zo. Ja, dit zijn kleine hair ties. Een beetje een soort van geknupte elastiekjes. Op zich wel heel schattig. Het is niet iets wat je echt veel ziet of zo. In deze la hebben we vakje nummer 19. En in dit vakje zit ook weer zo'n zakje. Dus ik denk ook weer een oogschaduwkwast. Dit is weer een oogschaduwkwast. Dit is een wat kleinere. Die van net was een soort van blending brush. Maar dit is meer een soort van platte oogschaduwkwast. En dan door met vakje 20. En dit lijkt weer op een lippenbalsem. We hebben dus eerst een lipscrub gehad. En dit is dus een lippenbalsem. Dan door met vakje 21. En hierin zit een tool, maar ik herken hem niet. Oh, dit is een wimperkruller. Maar dan in een hele gekke vorm. Nou, ik heb echt nog nooit zo'n wimperkruller gezien. Je moet deze achterkant eraf halen. En dan kan je hier je wimpers tussen stoppen. En dan kan je die zo drukken. En dan kan je zo je wimpers krullen. Ik denk misschien wel dat dit echt heel handig kan zijn. Ook als je dit bijvoorbeeld mee wil nemen. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Ik weet niet of jullie dit ooit een keer hebben gezien. Dan ga ik door met vakje 22. En hier zit denk ik weer een nagellakje. Ja, dit is een mini fix en een gloss topcoat. Dus dit is gewoon een basic topcoat. Ja, ik ga het dus niet gebruiken. Nou, door met vakje 23. Is een best wel groot vakje. Oh ja, deze heb ik gezien. Essence heeft online namelijk een paar producten laten zien die erin zouden zitten. En dit is daar eentje van. Dus deze had ik ook al wel verwacht. Maar dit is een soort van tool die je dan denk ik zo tussen je vingers kan doen. En dan kan je hiermee je kwasten wassen. Dan kan je bijvoorbeeld wat zeepsop hierin doen. En dan kan je hier zo je kwasten overheen doen. En dan wordt het helemaal mooi schoon. Eigenlijk ben ik hier wel heel blij mee. Want ik heb alleen maar zo'n hele grote mat. En dat vind ik niet altijd even praktisch als ik even snel mijn kwasten wil wassen. En het is dan toch wel heel handig om dit er even bij te pakken. Nou, door met het allerlaatste pakje in de kalender. Naar mijn idee altijd een product wat het leukste moet zijn van de hele kalender. En ja, op zich komt het in de buurt. Het lijkt op een product waarmee we zijn begonnen. Het is eenzelfde soort verpakking, maar dit is een highlighter. Wel echt een hele mooie kleur. Ik denk dat die voor heel veel huidstinten wel heel erg mooi kan zijn. Dus daar hebben ze wel heel erg goed over nagedacht. En het ziet er echt heel erg leuk en feestelijk uit. Ik vind het wel echt weer een hele leuke kalender. Er zitten echt weer hele leuke producten tussen. En ik vind het ook echt heel erg leuk eruit zien met al die feestelijke verpakking. En hij is natuurlijk zeker niet duur. Voor 25 euro heb je dus 24 toffe producten. En ook heel veel bruikbare producten. Zoals een lippenbalsem, een mascara. Misschien wel een paar soort van saaie producten. Want het is dezelfde mascara als vorig jaar. Vorig jaar zit er ook al haar elastiekjes in. Er zitten een aantal producten bij die ik vorig jaar ook al veel heb gezien. Maar alsnog vind ik het echt wel een hele leuke kalender. En deze video ga ik dus afsluiten met een hele toffe winactie. Want de komende tijd ga ik echt heel veel adventkalenders unboxen. Als je mijn PR/opruimvideo hebt gezien, dan heb je gezien dat ik nog heel veel toffe beautyproducten heb om weg te geven. Dus ik ga een verrassingspakketje aan een van jullie verloten met 24 producten daarin. Van allerlei verschillende beautymerken. Budget, maar ook high-end. Zit echt van alles tussen. Maar het zal voor nu nog even een verrassing zijn. Omdat ik nog alle pakketjes van alle winacties moet gaan samenstellen. Als je kans wil maken op deze winactie, hoef je maar een paar dingen te doen. En dat is als allereerste abonneren op mijn YouTube kanaal. Deze video een blauw duimpje omhoog te geven. Met te volgen op Instagram. En even een reactie achterlaten onder deze video. En je hoeft alleen maar te zeggen dat je meedoet. En voor de rest niks. Zorg er wel voor dat je meldingen op YouTube aanstaan. Dat als ik reageer op je winactie dat je hebt gewonnen. Dat je dan mijn reactie niet over het hoofd gaat zien. En dat is het. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer weer. Doei doei!